Nou, ik studeer cello op het Prins Klaus Conservatorium. En ik zit nu in mijn tweede jaar van de masteropleiding. En in het eerste jaar hebben we module gehad, muziek en dementie. En dat heb ik gevolgd. En dat heb ik met succes afgerond. En nu ben ik ook muziek en dementie muzikus. Ik vind de workshop zelf heel intensief om te doen als muzikus. Ik ben natuurlijk ook vrij jong en ik kom net kijken in deze wereld. Maar ik vind het heel erg mooi om mee te maken. Soms zijn ze een beetje hectisch, omdat elke keer anders is. Het hangt ook van hoe de bewoners zeg maar, zijn. Ik heb het altijd heel erg fijn gevonden om met mensen in contact te zijn en met mensen te werken. En op een podium is het contact minder direct. Gewoon alleen een blik al van een bewoner die iets helderder gaat staan. Ja, daarvoor doe je het eigenlijk wel. Dag Doede, zo fijn dat je hier bent. Dag Eleonore, zo fijn dat je hier bent. Of course, the workshops are over a period of 8 weeks for a limited number of people and a limited number of staff who attend the workshops. And we felt from the beginning that there needs to be some sort of legacy. One of the ways that we can achieve a legacy is by involving the staff in further training of the daily use of music. What we are going to do is to run staff training workshops whereby all sorts of care staff, not just the nursing staff, not just the care assistants, but also anybody who comes in contact with people with dementia, including volunteer carers, get some kind of training and awareness over sound, over music, and this then is an ongoing tool that is available to all the staff. The Music and Dementia workshops are based on Music for Life, which is a project in London. It exists for 22 years, which are improvised music workshops for people with advanced dementia. These projects are now being run by the Wigmore Hall Learning, which is the participatory arm of the famous chamber music venue, the Wigmore Hall. This practice was researched by the research group Lifelong Learning in Music from the Prins Claus Conservatorium in Groningen. And they published a qualitative research called While the Music Lasts. And it was then decided in cooperation with the Royal Conservatoire in The Hague to develop a curriculum for training musicians to work with people with advanced dementia based around the practice of Music for Life. Having set up a curriculum and trained musicians to work with this practice, of course, it is necessary to have an application of the practice in the healthcare sector. And CityProms Embrace has decided to act as an executive producer for the workshops, and the musicians that have been trained by the conservatoire are now being used in the healthcare sector. Dag mevrouw Vogels, zo fijn dat u hier bent. Dag mevrouw Vogels, zo fijn dat u hier bent. Dag Daphne, zo fijn dat u hier bent. Dag Aukje, zo fijn dat u hier bent. Dag Aukje, zo fijn dat u hier bent. Ik heb voor deze workshop muziek en dementie gekozen omdat het voor de locatie de Batting belangrijk is dat bewoners op een andere manier door middel van muziek kunnen communiceren. Want bewoners die hier wonen, die hebben toch wel een forse vorm van dementie. Toen ik ja zei tegen deze workshop, toen heb ik al gezegd van ja, dit moet je niet als eenmalig doen en dan zeggen klaar. Want we doen het nu met een kleine groep. Dus ik wil hier ook mee verder gaan om dat uit te dragen binnen de Batting. Nou, bewoners die hier wonen, die hebben vaak zorg nodig. Daarom komen ze ook in de Batting wonen en ook een 24-uur setting. En daar is persoonlijke verzorging natuurlijk een belangrijk onderdeel van. Maar naast persoonlijke verzorging is het ook belangrijk om een stukje welzijn te bieden. De bewoners die hier wonen, die hebben een forse problematiek. En dat vraagt heel veel in de omgang van bewoners.
En heel veel mensen die daarmee te maken hebben, die hebben het vaak over het gereedschapkoffertje wat medewerkers zouden moeten hebben om op een andere manier met bewoners om te kunnen gaan. Ja, en ik denk dat muziek en de workshop muziek en dementie een heel mooi stukje is in dat gereedschapkoffertje voor medewerkers van de Batting om dat stukje extra te bieden. En ja, daar is deze workshop uitermate geschikt voor. Ik kan hem iedereen aanbevelen. Het valt mij op hoe rustig de bewoners zijn, ook tijdens de workshops. En hoe snel de herkenning eigenlijk van het framing piece er al was. Eigenlijk na de tweede workshop begonnen ze echt het framing piece te herkennen. Waardoor tijdens de zorgmomenten het ook al werd ingezet en ook daadwerkelijk al iets deed. Tijdens de workshops kan je heel duidelijk zien wat mensen vroeger gedaan hebben. Zoals we hebben een automonteur hebben wij in ons midden en die meet ook alles. Dus alle instrumenten worden gemeten, het materiaal wordt eerst bekeken voordat hij gaat spelen. Daardoor zie je echt de persoon zeg maar, achter de dementie. De eerste keer zat ik naast mijn moeder en toen werd dat instrument doorgegeven. Nou ja, en ze snapt niet goed meer hoe het werkt. Dus ze zat er wat mee te doen en ja, wat doe je dan? Je bent kind, dus je gaat corrigeren. Dus ik zat meteen zo en toen kreeg ik een hele vuile blik zo van bemoeien met je eigen zaken. Dus toen voelde ik me weer even helemaal kind. Toen hadden ze ook zoiets van misschien moet je niet naast je moeder zitten. Want dan zak je dus weer in de kinderrol. Dus toen ben ik tegenover mijn moeder gaan zitten. En nou ja, dan observeer je meer van wat doet het met haar. En ja, ze werd rustig. De eerste keren was ze heel erg druk. Wou ze maar alleen maar praten. Zat ze overal doorheen te praten. Maar het werd steeds beter. Een van de eerste keren met het toezingen, het persoonlijk begroeten. Toen ging die mevrouw ineens staan. Nou, de mond viel me open. Dat kun je niet voorspellen, maar dat doet zoveel. Dan zeg je, jeetje, wat mooi dat het dat veroorzaakt. En ze zocht heel veel contact met mij. Dus om me heen zeiden ze later ook van, ze herkent je wel, hè? Als, dan ziet ze mij of ze hoort mijn naam met het toezingen. Dan kijkt ze mij aan zo van, hé, daar ben je. Dus dat doet je natuurlijk heel erg goed. Hè, want ja, de afstand wordt steeds groter en ze herkent je steeds minder. Maar ja, het maakt wel iets los. En we hebben vroeger heel veel samen gezongen tijdens de afwas. Hè. Eerste en tweede stem en zo. Nou ja, dat doet ze niet meer. Maar dat gevoel voor mij komt dan wel terug. En dat vind ik ook heel mooi. Hè, dus het doet heel veel goed, vind ik. Het raakt me.